Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups and Down. Ik ben momenteel aan het uploaden, maar ik heb hier ook een stuntpiloot. Is alleen maar goed dat hij dit doet hoor, want dat is goed voor zijn evenwicht. En de kleine Liam, die ligt lekker in de box te spelen. En ik ben dus eventjes aan het uploaden. Het is een lange ups en down geworden. Maar ik moet wel zeggen, het is wel een hele leuke ups en down. Vind ik zelf. Maar goed. Wat we vandaag gaan doen, eigenlijk helemaal niks. Helemaal niet veel. Ik hoef nergens heen. Ik heb geen verplichtingen. Ik denk gewoon lekker thuis. Niet veel bijzonders. Het eten voor vanavond heb ik gisteren al klaargemaakt. Dus ja, ik denk gewoon lekker rustig aan doen vandaag. Mag ook wel een keer. Vriendjes waren lekker een bedje ingegaan. En ze zijn weer allebei wakker. Hi Jordi. Ben je weer wakker? Hey Jordi. Ben je weer wakker? Hallo. Een lekker ding. Nog lekker ding. Mama, ik ben nog niet helemaal wakker hoor. Ik doe me nog even verstoppelen. Wat is er? Hallo? Meneer Verstoppen komt. Wat is er? En hier is de in wakker. Hallo? Hallo? Ja? Dat is Boomba, hè? Nou, die ligt nog lekker eventjes te spelen. Dus ik ga de grootste zeikmajoor maar eens eventjes naar beneden halen. En dan komt mama jou pakken. Ja. Dan doet mama jou pakken. Is dat goed? Lekker ding. Dat ook mama's vind je, hè? Niels heeft nog even storing, dus die draait nog servicedienst. Dus ik ga de kindjes alleen eten geven. Vandaag heb ik echt zo'n dag. En daar ben ik ook heel eerlijk in dat ik dat heb. Dus ik doe vandaag met een filmpje de jongens eten geven. Toevallig komt nu het leukste filmpje voor Jordi erop. Dus ik ga ze gauw eten geven. En dan zijn we daar ook weer mee klaar. Ja! Ja, jij krijgt het ook. Aangezien Niels nog wel even gaat duren en ik ook trek had. Voor de mensen die willen weten hoe jachtschotel eruit zag. Het zit allemaal altijd heel netjes in de ovenschaal.
Haal je het uit de ovenschaal, dan krijg je dit. Voor de mensen die niet weten wat jachtschotel is eigenlijk heel stom en bot gezegd aardappelpuree met snijbonen en haché. Dat is het eigenlijk. Voor mij dan, hè. Kijk wat het voor een ander is, dat is voor een ander, maar voor mij is dit jachtschotel. In ieder geval, ik ga even lekker smullen. De kindjes zijn lekker filmpje aan het kijken. En ik ga even zorgen dat ik ook voeding binnenkrijg. Trouwens, als jullie denken dat ik het helemaal opkrijg. Nee hoor. Dit heb ik nog steeds op mijn bord liggen. Ik krijg het niet op. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren niet meer gevlogd. Ik had echt zo'n dag. Vandaag gaat het iets beter. Ik had gisteren ook heel de dag honger. Maar dat komt omdat ik heel weinig kan eten. En dan heb je op een gegeven moment van die dagen erbij zitten. Dat je elk uur echt zoiets hebt van, oh, ik moet eten, ik moet eten. Voel je eigenlijk net zo'n junkie. Maar ja. Jordi, die was vanochtend wakker geworden en die had in zijn bed geplast. Of ja, in zijn bed geplast, zijn luier was doorgelekt. En dan vond hij zo verschrikkelijk. Dus ik heb net even zijn bedje verschoond en afgedaan en alles. Gelukkig een heel fijn matras ook op, zodat dat je daar gewoon met een doek even kan doen en dat het gewoon schoon is. Ik heb ook gelijk even Liam's bed gedaan. Ik ga zo dadelijk ons bed even doen. Maar ik ben continu tutjes kwijt van Liam. Nou weet ik tegenwoordig waar dat hij ze neerplant. Maar ik zal even laten zien wat meneer daarmee doet. Want ik heb in totaliteit 7 tutjes. 7. En aan het einde van de week heb ik er eigenlijk nog maar eentje die continu bij zich heeft. Dus ik zeg tegen Niels op een gegeven moment van ga eens even achter het bed kijken. Want ik ben steeds mijn tutje kwijt. Nou heb ik er hier, had hij er 3 in bed liggen onder zijn knuffels. Die verstoppelt hij gewoon. Slimmerik. Maar nou ben ik dus eventjes, heb ik even zijn laai aan de kant gelegd van het bed. En ja, nou kom ik er dus weer 3 tegen. Daar liggen ze. 1, 2, 3. En ik mag me afvragen, wat doet hij toch met al die tutjes? Nou, gevonden hoor. Liam was allemaal aan het zeuren dat hij moe was. En dan was allemaal dit aan het doen. En aan zijn oren. En meestal is daar een teken van. Dus ik heb hem een fles gegeven. Hij ligt in bed. Maar hij is een lullen voor 10 hoor. Ik weet niet of jullie het horen, maar de babyfoon staat aan. Maar nu krijgt Jordi ook de fles. En die gaat dadelijk ook lekker naar bed. Ik ben benieuwd hoe dat vanmiddag gaat. Maar eerst ga ik Jordi even doen. Die zal zo dadelijk wel weer poepen. Hij heeft heel slecht gepoept gisteren en vandaag. Dus ik heb hem extra macrogolpoeder weer gegeven. Vaak doet hem dat wel. Dus... fingers crossed. Maar in ieder geval, ondertussen gaan we lekker genieten van Liam zijn gezang, geschreeuw, gedoe. Hij is niet over de zeik of zo hoor. Hij is gewoon lekker aan het brabbelen en aan het doen. En, nou, als hij nou de kamer op zou lopen, dan zou hij ook keert en lach uitbarsten. Dus het heeft ook geen nut. Maar eerst gaan we hem eventjes dadelijk... lekker laten lachen. Dat is een soort ritueeltje geworden. Oké. En dan? Nee, je gaat niet zitten. Nee, je gaat niet zitten etteren. Je gaat niet etteren. Je gaat niet etteren. Nee. Nee, je gaat niet etteren. Nee, je gaat niet etteren. Dan gaat mama jou etteren. Heb je hier nou
blijven zitten. Zo smeerkaas. Smeerkaas over je hele gezicht smeert zo. Eén, twee. Boom. 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 Nou, die kleine lachenbek die ligt lekker in bed. Maar hij vond het niet leuk dat hij naar bed moest. Dan krijg ik meestal een bijtje. En aangezien dat op littekens zit, doet dat nog wel wat pijn. Maar ja, dat gaat ook wel weer voorbij. Het was namelijk zo, ik wilde hem in bed leggen en hij kreeg in de gaten dat hij naar bed ging. Maar hij wou eigenlijk nog niet naar bed. Dus wat deed hij? Hij ging zeg maar mij vast, extra goed vasthouden met zijn mond erbij gebruiken. Ik weet dat hij dat niet meent op de manier dat mensen waarschijnlijk zullen denken. Want hij probeerde gewoon echt mijn shirt alleen maar vast te pakken. Alleen ja, het is niet zo'n heel dik shirt. Dus pakte die per ongeluk wat vel erbij. Had er ook gelijk spijt van. Gaf ook gelijk een kusje. Dus ja, ik weet gewoon dat Jordi dit deze keer niet expres heeft gedaan. Liam die ligt lekker te slapen. En ik ga heel eventjes wat eten, want ik heb voeding nodig. En dan ga ik heel even opruimen. Dan komt dadelijk Niels thuis, want we hebben afgesproken dat hij tegen 2 uur thuis zou zijn. Net voordat de kindjes meestal wakker worden, dan kan hij eventjes helpen met de kindjes. Kan ik even naar de winkel en dan kan ik hier thuis weer verder. Jordi slaapt eindelijk. Had nog een beetje poep in zijn broek, kan hij niet van slapen. Vervolgens bleef hij maar om mijn nek hangen. Zo ben ik even bij hem gekropen en dan slaapt hij eindelijk. Ik kan hem proberen wakker te houden, maar dan is het om 4 uur. Dat hij gewoon zoiets zegt, tabee. En dan is hij weer pleiten. Dus hij heeft gewoon 1 uur, 1,5 uur, hooguit 2 uur, heeft hij gewoon echt nodig om even bij te tanken. Dus ja. Maar hij slaapt nu. En daar ben ik blij mee. En ik denk dat ik zelf ook even mijn oogjes dicht doe. Shhh. Hopelijk ziet Niels er niet. Ben ik weer op tijd wakker. Liam heeft net lekker zijn flesje gehad. Ja, en ik heb vanmiddag niet meer gevlogd. Want ik was in slaap gevallen. En toen is Niels thuis gekomen. Toen heb ik nog steeds geslapen. Toen was Liam alweer wakker. Heeft Niels voor Liam gezorgd. En voor Jordi. Toen ik wakker werd, ben ik weer naar de winkel geweest. Ik heb net een berg was opgevouwen nadat we gegeten hadden. Dan gaat Liam zo naar bed en dan is Jordi aan de beurt. Ja. Liam heeft hier een kras zitten van Joef. Joef heeft hem straks gekrapt. Oh. Ja, dat ging per ongeluk. Ging echt per ongeluk. Joef die schrok er zelf van. Ja. Heb je je voetje uit je slaapzak? Ja, hij doet ook aan de rits trekken. Oh, doet hij aan de rits trekken? Ja, dat komt omdat hij nou zit. Hé, toch? Kijk. Dat is niet slim. Krijg je daar koude voeten? Dus, Liam gaat lekker slapen. Ik ga heel eventjes nog wat opruimen hier. Ik denk dat hij daar een veilig uitspeelt in moet. Ja. We zien het wel. Straks. Hij heeft er iets uitgevonden. Ja. Hij is best slim wat dat betreft. Hij heeft degene van papa. Papa werd namelijk vroeger altijd professor genoemd. Had ook zo'n rond brilletje. Dit.
Maar ja, Liam gaat dus naar bed en Jordi is aan de beurt, want die hoor je ook zeuren dat hij klaar is met alles. Niels, wat doe je als de kindjes op bed liggen en we hebben hier alles opgeruimd en gedaan? Netflix kijken. En? Een stokbroodje eten. Oeh. Een hele goede morgen. Het is geen goede morgen. Om 3 uur is Joef gaan blaffen. Toen is Jordi wakker geworden en die is niet meer gaan slapen. Er was hier iemand in de straat die allemaal herrie aan het maken was. Prima, moet ze voor hun eigen weten. Joef doet ook alleen maar wat ze moet doen, waken eigenlijk. Dus daar kan ik ook de schuld niet bij leggen natuurlijk. Jordi is daar wakker van geworden. En die krijgen we niet meer in slaap. En het is nu 4:15. En we hebben al van alles geprobeerd. Ik zeg tegen Niels, weet je wat? Ik zeg, ga wel beneden zitten met kind. Het is niet anders. Dus dan ga ik eventjes kijken wat hij gaat doen. Ik zal daar wel weer in zijn hutje gaan liggen en liggen slapen. Dan zit ik hier vrolijk. Ik heb Niels wel weer naar bed toegestuurd. Ik zeg, ga maar nog even slapen, want het heeft toch geen nut. En ik kon ook niet meer slapen, want ik hoorde continu Jordi. De slimmerik. Nou gaat hij ineens liggen slapen. Hij had net nog even gepoept en veel geplast. En nou geef ik hem even een fles met zijn medicijnen erin. Liam is nu ook wakker. Het is nu inmiddels 8:15. En meneer die denkt, welterusten. Dus. Dus altijd, hè. Dan denk je van, hè. Het kind is wakker, maar nou gaat het kind slapen. En mama moet nog steeds wakker zijn. Nou, zo ik kan Niels wakker maken als ik per se wil slapen. Maar die jongen die werkt ook hard zat aan alles. Dus ja. Nou, ik geef Jordi zijn fles verder afgeven, zodat hij zijn medicatie binnenkrijgt. En dan ga ik hem in bed leggen en dan ga ik Liam pakken. Want ja, hè. Liam die heeft natuurlijk gewoon geslapen vannacht. Ik was in slaap gevallen. En toen heeft papa heeft jou de fles gegeven. En Jordi weer wakker gemaakt. Hé jongen. Jordi zit nu lekker met papa boterhammetje te eten. En ik heb jou net de fles gegeven. En hij gaat zo naar bed. En mama had ook geslapen, hè. Toen je hier lekker lag te spelen, hè. Ik lag mama ook lekker te dutteren. Ja. Meneer Tong. En ja. Dan gaat Liam zo naar bed. Dan proberen we daar toch Jordi een keer erin te leggen. Kijken wat hij ermee doet. En dan is het gewoon middag. Liam zit van alles te ontdekken. Ja. Kindjes liggen op bed. Niels is sporten. Jordi is nog wel wakker, maar ja, die blijft gewoon even op zijn bed liggen. En ik ga eventjes serie kijken. En ik doe vandaag alleen het hoognodige. Ik heb echt gewoon geen puff vandaag. Maar die dagen mag ik ook wel een keer bij hebben. Boven doe ik normaal altijd op zondag poetsen. En vandaag doe ik dat een keer niet. Ik zorg dat ik mijn was bij heb. Het is gewoon schoon boven. Het is gewoon opgeruimd. Het is gewoon allemaal netjes.
Dus dan doe ik gewoon van de week even een keer een stofdoek eroverheen. Een keer stofzuigen en dweilen. En de douche doe ik gewoon een keer tussendoor als ik zelf ga douchen. En dan vind ik het wel gescheten een keer. Normaal heb ik echt van het moet, het moet, het moet. Maar vandaag ga ik het gewoon niet doen. Dus. Ik doe niks. Ik ga even een serie kijken, want The Crown staat weer op Netflix. Tjoek, 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 tjoek. Lekker knuffelen, hè? Ik ben weer terug van het sporten. Ja. Hier was er eentje wakker. Daar ga ik nou een flesje van maken. Dan gaan Liam en ik samen even Formule 1 kijken. Huh? Formule 1, Liam? Jordi ligt eindelijk te slapen. Maar die maken we wel tegen 4 uur wakker. Want anders hebben we vanavond weer een probleem met hem. Onze nachtbreker. Ik ben nu nog moe. Maar ja, zoals ik al eerder zei, ik ga vandaag niet veel doen. We hebben zelfs besloten om niet naar de winkel te gaan, dus dat is echt genoeg. Wat ga jij doen? Papa. Hi. Papa. Neusje, neusje. Papa. Neusje, neusje. Ah. Neusje, 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 neusje. Nou, jij gaat lekker flesje drinken, Liam. Mijn papa gaat die maken voor jou. En mama blijft lekker bankzaken vandaag doen. Heb ik ook een keer recht op om te doen. En beleggingen? Nee, belegging niet, want dat kost geld. Ja, je ligt toch op de bank? Ja, maar dat kost geen geld. Bankzaken en beleggingen? Nee, alleen bankzaken doe ik vandaag. Oh. Want dat kost geen geld. Oké. Okay. Nou, het is nou toch wel echt het toppunt van, hoor. We hebben trouwens gegeten. De kinderen zitten Peppa Pig te kijken. En in één keer begint Liam, mama, mama, mama. Kijk of ik het kan filmen. En dan ga je het filmen, Niels. Helemaal niks. Helemaal stil. En dan zijn... Oh, wacht. Van wie zijn die pootafdrukken? Dinosaurus. Oh, George. Dat zijn geen dinosaurussen. Nee, dat ben ik niet. Nee. Liam. Mama ligt hier. Mama is geen Peppa Pig. Hij zat dus continu tegen het beeldscherm mama te roepen. Nou, fijn. Ik hoor hier al door speelgoed koe genoemd. Mama koe, mama kip. Mama schaap, toch? Nou word ik dus ook nog varken genoemd. Door je kind. Door mijn eigen kind. Heb je de hele hond gezien? Doe maar zoeken. You? Was je daar? Ja. Ze denkt, de kindjes liggen lekker op bed, dus dan kan ik lekker achter het vrouwtje gaan liggen. Het is tijd, de hoogste tijd. Om te gaan douchen en naar bed te gaan. Nou, dat wordt geen gezelligheid. Ondertussen is Joef gek aan doen. Wij gaan deze upsen dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.